Ja, ik ben Emily Jane en ik woon in Baren met mijn drie kinderen en mijn man. En jullie zijn hier ja, om te kijken hoe ik het doe met een leven zonder afval. Hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Ik denk dat ik me jarenlang heb lopen irriteren aan de hoeveelheid afval dat we maakten. Vooral toen ik kinderen kreeg, zat opeens onze afvalbak echt helemaal bomvol met luiers en andere dingen. Dus ja, ik besloot daar gewoon wat aan te doen. Ik was er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik ben redelijk handig op de naaimachine, dus ik heb een paar tassen gemaakt van katoen wat ik boven had liggen. Gewoon een paar lappen, zeg maar. Mooie tassen van gemaakt en daar ben ik mee naar de winkel gegaan. En daar deed ik brood in en ook champignons en tomaten en koekjes, croissantjes. Alles wat ik maar los kon vinden, dat deed ik daar in die katoenen tassen. Ja. Even kijken wat ik hier heb. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld wortels. Dus hier zitten de wortels in. Nou, en deze bijvoorbeeld, even kijken wat hierin zit. De champignons. Dus die moeten wel gegeten worden, maar die blijven gewoon heel goed hierin. Dit is bijvoorbeeld de kaas. Dus dan blijft die er goed in. Dus dat is echt gewoon heel makkelijk. En je wast ze dus ook gewoon weer. Je ziet er daar bijvoorbeeld twee hangen, die zijn net gewassen. Die leg je daar gewoon te drogen. Nou, de eerste reacties waren voor die katoenen tas heb ik eigenlijk nooit echt opmerkingen gekregen. Dat was eigenlijk best wel ja, makkelijk. En als ik bijvoorbeeld brood wilde, dan was het nog wel even van, weet je zeker dat je het hierin wil? De nootjes wilde ik dan halen met een glazen pot. En dat vond ik wel raar. Toen stond ik echt wel een beetje te twijfelen bij de... Ja, bij de marktkraam van zal ik het wel of niet vragen, want je staat toch een beetje voor je gevoel raar met zo'n pot. Maar ik heb het gewoon gedaan en die mevrouw die zei toen tegen mij van, oh nou, dat is prima hoor, geen probleem en dat zouden meer mensen moeten doen. Maar die was bijvoorbeeld bag and buy. Oh ja. Dus dat is gewoon, ja, het gewicht van de pot wordt gewogen. Je vult het met basilicum bijvoorbeeld en dan, ja. Het werkt echt ideaal. Nou, de grootste verandering in mijn leven is natuurlijk, ja, heel simpel. Het afval is natuurlijk ontzettend naar beneden gegaan. Dus wij gingen van veel afval naar heel weinig. Maar ook veranderingen in, voor mijn gevoel, gezondheid. Je koopt alleen maar pure producten, dus je gaat niks meer kopen wat natuurlijk verpakt is. En daar zit heel vaak weer juist te veel vet en te veel suiker en te veel zout in. Dus ik merk het ook wel aan mijn gezondheid. Ik voel me gezonder. Ik denk om mee te beginnen is het heel makkelijk om bijvoorbeeld waterflesjes te verbannen. Dus gewoon die plastic flesjes die je normaal gesproken kan kopen voor eenmalig gebruik. Ik koop bijvoorbeeld een roestvrij stalen fles. En die zijn ideaal makkelijk schoon te houden en die gaan echt tientallen jaren mee. Inderdaad, gewoon een paar katoenen kleine tassen in je boodschappentas meenemen. Want dan heb je dus het plastic in de supermarkt niet meer nodig. Het is echt niet afzien. Het is niet dat je niks kan kopen. Je opent juist je ogen naar de producten die los verpakt zijn. En je kan dus inderdaad op delicatessenwinkels op de markt, pindarotjes, de heerlijke tapasdingen, maar ook eiersalade en andere dingen, mozzarella. Je kan echt zo vreselijk veel onverpakt krijgen. Alleen je moet het maar even weten, je moet het maar eventjes vinden. Ja.